zoeken voor Zeelandia. Onderzoek naar jaguars in Suriname. En kritiek op excuses voor slavernijverlie. Goedenavond en welkom bij het 10 minuten jeugdjournaal. Het was een bijzondere dag in de rechtszaak van de 8 december moorden. De rechters zaten vandaag namelijk niet in de rechtszaal, maar ze gingen naar Fort Zeelandia, de plek waar het allemaal is gebeurd. Eén voor één komen de rechters en getuigen aan bij Fort Zeelandia. Dit is de plek waar het in de hoger beroepszaak over gaat. Ook hoofdverdachte Desiree Bouters is erbij. Morgen, heer Bouters. Hoe is het voorbereid op vandaag? In de rechtszaal wordt alleen gepraat bijvoorbeeld over de onderzoeken die zijn gedaan en welk bewijs er is. Dit keer willen de rechters met hun eigen ogen zien wat er precies gebeurd is. Een beschouwing wordt dat genoemd. En dat gebeurt vandaag hier achter mij in het Fort Zeelandia. Wij journalisten en andere publiek mogen daar niet zijn. En daarom staan we dus hier buiten. Binnen gaat het over wat er op 8 december 1992 in Fort Zeelandia gebeurde. Toen zijn 15 mannen doodgeschoten. De mannen waren het niet eens met de militairen die in die tijd de macht hadden gepakt. Oud-president Bouterse is dus hoofdverdachte. Hij was toen de moorden gepleegd werden de leider van de militairen. Eerder werd hij veroordeeld voor 20 jaar gevangenisstraf, maar omdat hij daar niet mee eens was, is er nu een hoger beroepszaak. Wat ze precies doen weten we niet, maar waarschijnlijk krijgen ze informatie als bewijs. Bijvoorbeeld over de kogelgaten die zitten in de muren van het Fort Zeelandia en ook misschien de verdachte wat vragen stellen over wat er precies gebeurd is. Na een tijd wachten komt een van de getuigen in de rechtszaak naar buiten. Volgens hem hebben de rechters veel onderzocht. Wat er allemaal was, waar die mensen werden ondergebracht, waar die mensen waar ze werden omgebracht, begrijpt u? En wat de locaties waren, waar de kabinet zich bevond van de commandant Bouterse toen, weet u, die soort dingen. Het is niet de eerste keer dat er een schouwing plaatsvindt in Fort Zeelandia. 12 jaar geleden kwamen rechters hier ook kijken. Maar nu is de zaak in hoger beroep en er zijn nieuwe rechters, dus ook zij willen de plek zien. Ik moest vandaag gewoon herhalen eigenlijk, want de plaatselijke school was al gedaan. Samen met de krijgsraad-president, mevrouw Valstein-Montnor en de president van de rechterlijke macht, minister Rasoul Baks en zo. En vandaag waren we hier bezig om even de rechters in hoger beroep. Zij wilden toch een plaatselijke oriëntatie hebben wat er is gebeurd. En daarvoor waren we dan hier. De rechtszaak is nog niet afgelopen. 16 december is de volgende zittingsdag. Dit keer wel in de rechtszaal. Vandaag is het de internationale dag van de jaguar. Dit dier wordt in grote delen van Zuid-Amerika bedreigd. Maar hoe het met het dier in Suriname gaat, weten onderzoekers nog niet zo goed. Daarom is het Wereld Natuurfonds nu bezig met een groot onderzoek. Het Wereld Natuurfonds werkt samen met andere organisaties en de Anton de Kom Universiteit aan het onderzoek. Ze hangen camera's op om de jaguar te filmen en onderzoeken zijn leefgebied. Volgens onderzoeker Gwendoline Landburg is deze informatie erg belangrijk. In heel Zuid-Amerika zien we dat de jaguar, de habitat, dus de leefomgeving van de jaguar, dat die achteruit ging. En toen hadden we zoiets van, oké, hoe zit het in Suriname? Maar Suriname heeft niet voldoende data om dat nationale uitspraak te doen. Om een beter beeld te krijgen van de situatie, zijn ze dus het onderzoek begonnen. En ook in Suriname blijkt dat de mens een bedreiging vormt. In Suriname weten we dat de jaguar is bijna overal te vinden, maar in de gebieden waar je veel houtkap, goudwinning hebt, dat hij vaak in die gebieden ook nog gedood wordt. En dan heb je ook nog de handel, waarbij de delen van de jaguar worden verkocht en mensen ze heel veel geld ervoor neertellen, naar het buitenland wordt gebracht, omdat andere mensen dat nodig hebben. Dus om die reden is de jaguar in die gebieden wel bedreigd, maar in gebieden waar die druk van houtkap, houtwinning en de mensen van de stad niet echt komen, is de jaguar niet bedreigd. Volgens onderzoekers wordt de jaguar door sommigen gezien als een gevaarlijk dier. Maar dat is niet helemaal het geval, zeggen ze.
Mensen hebben het dier zelfs nodig. Als de jaguar wordt weggehaald door dat hij gedood wordt en het systeem wordt gehaald, dan zal dat ervoor zorgen dat de kleinere dieren, de agouti en de konijn, veel meer aantallig worden. En die gaan dan weer veel meer van alle vegetatie of willen eten, van alle vruchten. Maar als je dan ook nog bijvoorbeeld de kostgrondjes hebt van de mensen in het binnenland, dan gaan die konijn en die agouti juist naar die kostgrondjes van die mensen. En dan gaan die mensen hun kostgrondjes, kunnen ze daar niet meer van leven. Dus de jaguar die heeft een bepaalde positie en hij zorgt ervoor dat alle dieren die onder hem zijn, dat die in balans worden gehouden, hun populatie in balans wordt gehouden. En dat wij dan ook gewoon onze kostgrondjes kunnen hebben en we niet onze kostgrondjes worden aangevreten door de agouti-populatie die is heel groot is geworden. De onderzoekers hopen dat ze meer te weten komen over de jaguar en hoe het dier beschermd kan worden. De Nederlandse regering zal waarschijnlijk op 19 december excuses maken voor het slavernijverleden. Minister-president Mark Rutte doet dat vanuit Nederland en alleen ministers komen naar de voormalige koloniën. Slavernijverleden organisaties vinden dat jammer. Zij hadden gewild dat de Nederlandse regering meer met hen had overlegd. Er wordt al jaren door veel organisaties gevraagd of de Nederlandse regering excuses wil aanbieden voor hun bijdrage aan de slavernij. Behalve dat de Nederlandse staat deels eigenaar was van het grootste slavenhandelbedrijf ter wereld, hield de Nederlandse staat de wet in stand die slavernij mogelijk maakte. Begin deze maand lekte uit dat die excuses gaan komen. Er is zoveel pijn veroorzaakt en zoveel verdriet veroorzaakt door onze voorouders zo te behandelen. Als je iets verkeerd hebt gedaan, als je iemand pijn hebt gedaan, dan is het voor de andere persoon goed om heel oprecht excuses aan te bieden. Slavernijverleden organisaties in Nederland en de voormalige koloniën zijn blij, maar hebben kritiek op de manier waarop de excuses zullen worden aangeboden. Ze vinden de gelekte datum 19 december te vroeg en vinden het jammer dat de koning en minister-president niet naar Suriname komen om die excuses aan te bieden. Ook vinden ze het niet goed dat er niet met ze is overlegd, bijvoorbeeld over de inhoud van de excuses. We willen die tekst niet voordicteren, maar we willen wel weten van als je het doet, moet je ook het acceptabel kunnen maken. En daar willen we je bij helpen. Dat is de houding die wij aannemen als Nationaal Comité Slavernijverleden. Er zou ook meer dan 200 miljoen euro komen voor onderwijs en een museum over de slavernij in Nederland. Maar over geld voor in Suriname is nog niks gezegd. Wij noemen als Nationaal Comité, wij noemen geen bedragen. We zeggen als uitgangspunt, reparatie kost geld. En we moeten dus kunnen praten over hoe omvang, wat er allemaal aan reparation nodig is. Het zou fijn zijn als we dat erkennen en dat we samen daaraan gaan werken. En dan zien we wel op welk bedrag we uitkomen. Volgens meneer Rozer zou het goed zijn als er geld komt voor onderzoek in Suriname. Er is veel onderzoek gedaan in Nederland. Heel veel geld gaat naar, om het zo te zeggen, onderzoek naar het slavernijverleden die door witte mensen is gedaan. Maar in Suriname hebben we nog heel weinig onderzoek gedaan naar de gevolgen van de effecten van de slavernij. En we moeten ook, denk ik, en dat zou heel fijn zijn, als in die tekst van excuses ook wordt aangegeven wat er verder gaat gebeuren. De organisaties hopen dat de Nederlandse regering naar hun zal luisteren en de plannen zullen aanpassen. Hiermee zijn we aan het eind gekomen van het 10 minuten jeugdjournaal. Bedankt voor het kijken. Goedenavond.